Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunnen kijken naar een nieuwe aflevering van Weekend Lui met daarin aandacht voor D-Day en de Reuzenstoet. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Oude melkfabriek te koop. Meer vrouwen bij Mooiste van Maastricht en terug naar het verleden. Goedenavond dames en heren, dit is het nieuws van maandag 2 juni. Er is nog steeds niets duidelijk over het motief van de dader die afgelopen vrijdag in een flat aan het Oranjeplein een jonge vrouw om het leven bracht. Een 28-jarige drugsverslaafde man is gistermiddag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige vrouw. Hij werd aangehouden in het Belgische Warem. Het slachtoffer was vrijdagavond aan het verhuizen van Nieuwegein naar Maastricht. Zij zou vandaag op de universiteit beginnen met een promotieonderzoek aan de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen. De verdachte werd vandaag voorgeleid in Luik en wordt volgens het Openbaar Ministerie daar uitgeleverd aan Nederland. Maastrichts Mooiste telt dit jaar waarschijnlijk een record aantal deelnemers van rond de 7.500. Opvallend is het grote aantal inschrijvingen van vrouwen aan het hardloop-evenement. Het is ongelooflijk dat de dames er echt aankomen. We hebben op het moment bijna 50% dames. En ja, ik wist uit de Runners World dat er steeds meer groei is bij de dames. Maar ook bij Maastrichts Mooiste zet dat door. Daarnaast is het aantal rennende studenten dit jaar gestegen naar maar liefst 600. Ja, de scholen doen het altijd erg goed, de basisscholen. We denken dit jaar dus opnieuw een wereldrecord te maken. We houden ons stug aan de gegevens van het Guinness Book of Records. En we willen dan ons richten op 850 leerlingen van de basisschool. Het startschot wordt dit jaar gegeven door schaatser Erwin Wennemars en niet door wethouder Gerle van Grootheest. Die loopt op 15 juli namelijk zelf de 10 kilometer mee. Het parcours is overigens op een aantal punten aangepast op verzoek van gemeente en politie. Zij vonden dat we een aantal straten, een aantal wegen moesten ontlasten. In verband met natuurlijk de koopzondag, die valt samen met ons evenement. En met name op de Prins Bisschopsingel, natuurlijk een grote ader door Maastricht. Daar gingen wij overheen in ons evenement. Nou, dat was namelijk wel de grootste vraag zeg maar, om die te ontlasten. Om het verkeer in ieder geval voldoende doorgang te kunnen laten hebben. En voor de winnaars is er dit jaar geen goud, zilver of brons. Want alle deelnemers krijgen een houten medaille, gemaakt door Limburgse jongeren uit de jeugdhulpverlening. SCM Boxing is de grootste boksclub van Nederland. Dat blijkt uit de meest recente telling van de Nederlandse Boksbond. De Maastrichtse club had medio mei van dit jaar 230 ingeschreven leden. Op de tweede plaats komt de boksvereniging Bredase Ring met 216 leden. SCM Boxing traint 6 dagen per week zowel wedstrijd als recreatieve boksers. Het Maastrichtse Drunken Dreams is winnaar geworden van de Limburgse popsportcompetitie. De band maakte de afgelopen maanden volgens de jury de beste groei door en mag nu door naar de landelijke competitie. Met popsport wordt gewerkt aan de ontwikkeling van jonge poptalenten. Drunken Dreams nam het in de competitie op tegen 9 andere acts, waarvan er nog 2 uit Maastricht kwamen. Door de winst krijgt de band professionele begeleiding, diverse optredens, eigen stickers en kaartjes voor Pinkpop. Het oude onderkomen van het CNME aan de Statensingel wordt verkocht. De gemeente wil van het pand, dat van oudsher een melkfabriek was, af vanwege de kosten. Voorwaarde is wel dat het gebouw een maatschappelijke functie blijft houden. Belangstellenden voor de openbare verkoop kunnen tot 22 augustus een bod uitbrengen. Tom Dumoulin is als tweede geëindigd in het eindklassement van de Ronde van België. De Maastrichtse wielrenner legde de basis voor zijn podiumplaats vrijdag door als tweede te finishen tijdens de individuele tijdrit. Hij moest toen alleen de Duitse wereldkampioen en latere eindwinnaar Tony Martin voor zich laten. De 17-jarige Maastrichtenaar Tim Sastroviarjo heeft zich gekwalificeerd voor de Jeugd-Olympische Zomerspelen Tai Chi. Tai Chi is een zogenaamde zachte vechtsport die met de gracieuze bewegingen ook iets weggeeft van danskunst. Eerder behaalde Tim een 4e plaats tijdens het WK in Turkije en op het EK in Boekarest veroverde hij de Europese titel in de categorie junioren.
De Spelen worden van 16 tot 28 augustus in China gehouden. Even terug naar de goede oude tijd. Voor de dementerende bewoners van zorgcentrum Scharweierveld een droom die uitkomt. Moza Groep heeft daar namelijk een belevingstuin aangelegd. Het doel van deze tuin is om de zintuigen opnieuw te laten werken, om het gevoel van hun herinneringen terug te krijgen. Kijkt in een reportage van Jaël Weijenberg en Ronald van den Hoven. Belevingstuin is voelen, ruiken, indrukken opdoen en met name vanuit het verleden. Dementerende cliënten weten vaak heel veel dingen nog van vroeger. Daar hebben ze ook herinneringen aan en die herinneringen willen we hun ook weer heel graag teruggeven. Het zijn er vier. Ja, en allemaal verschillende kleurtjes. Ach, wit en grijs. En bruin. Ook al. Hè? Maar ze moeten nog groeien. En wat zijn nou een aantal van die specifieke elementen die mensen laten denken aan vroeger? Nou, specifieke elementen staan we nu bij. Hè. Dat zijn dan toch de kippen. Mensen vertellen ons ook vaker dat ze vroeger ook kippen hadden. En dat ze daar ook de eitjes konden rapen. Als we vragen naar hoe was het vroeger, hoe was het in de tuin. Nou, dan vertellen ze dat ook. Hè, dat ze kippen hadden. En allerlei moestuinspullen, zoals besjes, wat ik net al zei, en kruiden. Dus en dat proberen we nu in de belevingsgerichte tuin opnieuw te laten herbeleven. Wat ik fijn vind. Ik vind alles fijn, want dat water dat spuit omhoog en dat vind ik zo mooi om te zien. En wat vindt u ervan, meneer Martens? Ongeveer hetzelfde. Dus als ik zo rondkijk, nou, het is een behoorlijke vooruitgang geworden voor het park en voor de buurt hier. Want hoe zag het er eerst uit? Gewoon de losse aarde, zo lag erop, met kiezelstenen erin. Afval erin, daar hebben ze behoorlijk werk aan gehad hoor, die mannen. Nou, hier komen we dan bij de kruiden, waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Deze tafel is ook bedoeld waar mensen met de rolstoelen onder kunnen schuiven, maar ook met gewone stoelen. Dus mensen kunnen dadelijk vreubelen in de grond met plantjes en kruiden. En ook knippen voor eventueel in de huiskamer, in hun eigen huiskamer, iets te gebruiken met koken. Het mooiste aan deze tuin? Nou, ik was net een kijkje die kant op. Nou, het groen en de vijver daar. Dat ontzettend veel groen. En daar kunnen ze slapen. Huh? En dan kunnen ze gewoon dat trappetje oplopen. En als ze dan eitjes leggen, gaan we die daar oprapen. Ja. Leuk, hè? En de kippetjes heb ik gezien. Vier. Er was een witte. En een bruine. En een grijze. En een zwarte. Vier. Vier verschillende kleuren. Oh, wat was het leuk om te zien. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Weekend Lui.
programma ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.